Er was eens een klein meisje. Maar de dominante lijn is toch wel dat er een meisje haar oma gaat opzoeken. Wat spulletjes meeneemt. Ja, er zitten allerlei verschillende dingen in haar mandje. Dat kan wijn en brood zijn, maar soms zit er ook wel varkensreuzel in. En echt van alles zit er in een mandje. En onderweg gaat ze van het pad af, omdat ze of ongehoorzaam is, of dat ze gewoon aan het spelen is, of ze komt de kabouter tegen, of ze komt van alles. En dan ontmoet ze de wolf. En de wolf probeert te ontfutselen waar ze naartoe gaat en ze verklapt dat dan. En nou ja, de wolf die speurt er vandoor, snellere route. Is dus eerder bij oma. En daar is het verhaal dat de wolf oma verslindt. Soms slokt hij erop. Soms verscheurt hij er echt. Dan worden echt de darmen uit haar buik getrokken. Maar over het algemeen loopt het nog wel goed met haar af. Dus opslokken in één hap. Dan merk je al een beetje dat ze het waarschijnlijk wel gaat overleven. Op een gegeven moment komt Roodkapje natuurlijk aan. En die komt binnen en die hebben dan een formularische conversatie. But grandmother, what big eyes you have! The better to see you with, my dear. En dan wordt ofwel Roodkapje opgegeten, of op dat moment komt al iemand binnen om haar te redden. Nou ja, even. In deze versie wordt ze opgegeten. De wolf gaat weer slapen. Dan komt de jager langs, of de vader, of soms zijn het ook wel. De diertjes in het bos. Dat is een beetje ja, de verdisnificeerde versie, zou je kunnen zeggen. En die proberen dan Roodkapje weer uit de buik te krijgen. Dus ofwel de buik wordt opengesneden, of de wolf wordt aan zijn staart opgetrokken aan een touw. En dan komen oma en Roodkapje zo de mond uit. Allerlei manieren. En dan wordt er ofwel afgerekend met de wolf, dus hij wordt doodgeschoten, of hij krijgt stenen in zijn buik. En soms krijgt hij ook wel gewoon een stukje taart en dan wordt er gezegd, niet meer doen hè. En dan is het klaar. Zeg Roodkapje, waar ga je heen? Zo alleen, zo alleen. Zeg Roodkapje, waar ga je heen? Zo alleen. Ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen waarom dit specifieke sprookje nou echt populair is. Dus daar kan je inderdaad weer bepaalde inhoudelijke factoren voor geven of bepaalde sociale factoren. Maar ik zou ook willen zeggen dat het soms gewoon inderdaad ook willekeur is waarom nou dit sprookje en niet een ander sprookje. En dat is gewoon een bepaalde hervertelling, we kiezen daarvoor en dan heb je weer dat cumulatieve effect dat we dat maar blijven hervertellen. Het is wel zo dat je ziet dat in de meest populaire sprookjes dat daar eigenlijk altijd vrouwelijke hoofdpersonen in zitten. Dat is wel interessant observatie op zich. Waarom is dat zo? Waarom vind ik dat interessant? En daar heb ik ook naar gekeken in mijn proefschrift. Of er zoiets is als een bepaalde voorkeur voor type personages. En wat je dan ziet is dat personages in de familiesfeer, dus broers, zussen, oma's, ooms, nou, dat is heel populair in de populairste verhalen in ieder geval. Verder zie je ook een voorkeur voor pratende dieren. Dat zien we ook heel veel in dat soort. Dat associëren we meteen ook met sprookjes. En verder, dat was nog wel aardig, was er een soort van empirisch bewijs dat we konden geven voor wat we minimaal tegenintuïtieve personages kunnen noemen. Dus dat zijn personages die net een beetje anders zijn dan de gewone personages. Dus een spook is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Dat lijkt in veel opzichten op andere levende wezens. Heeft ook een bewustzijn, al dat soort dingen. Maar ook net iets geks kan namelijk door muren heen lopen. Dat is een beetje eigenaardig. En dat komt ook overeen met psychologisch experimenteel onderzoek. Daar hebben ze gekeken naar hoe goed mensen bepaalde concepten kunnen onthouden. En heel gewone concepten vergeten we eigenlijk meteen. Of te gekke concepten vergeten we ook. Maar juist die net een beetje vreemde concepten, die kunnen we over de lange duur beter onthouden. En dat correleert mooi met de populariteit ook van de sprookjes, waarin juist dat soort personages, die dus net een beetje tegenintuïtief zijn, veel voorkomen. The wolf is coming.
computer. Ja, waarom de computer in dit alles? Want ja, ik heb dan gekeken naar bijvoorbeeld Roodkapje. Dat zijn al iets van 450 versies of zo. Dat kan je op zich nog best wel met de hand doen. Dat zou best kunnen. Die kan je wel gaan analyseren. En dat heb ik ook in eerste instantie gedaan. Dus ik heb een lange vragenlijst opgesteld. Dat is iets van 330 vragen. En die moet je allemaal antwoorden opgeven per verhaaltje. En dan kan je die verhalen met elkaar gaan vergelijken. Nou, dan wordt het al wel een beetje lastig. Want dan heb je heel veel dimensies, zou je kunnen zeggen, om verhalen te vergelijken. En welke staan nu dichter bij elkaar? Dan is het al handig eigenlijk om een computer te gebruiken. Dus dat is de eerste stap. Wat ook vaak in de digital humanities wordt gebruikt. Gewoon een soort van automatiseringsslag. Dat het gewoon sneller gaat. Het wordt pas interessant zodra die computers iets kunnen doen wat wij zelf niet kunnen doen. Dat ze bepaalde dingen kunnen berekenen waar we eerder nog geen rekening mee hadden kunnen houden. Dus dan hebben we modellen gemaakt eigenlijk die dat proces of die ontwikkeling van Roodkapje, die evolutie zou je het eventueel nog wel kunnen noemen, proberen na te doen. En dan kan je kijken in hoeverre zo'n model van willekeurige selectie aansluit bij de empirie, bij de historische data die we hebben. En als het nou een beetje afwijkt, dan kan je laten zien, oké, als we nou een andere factor erbij stoppen, bijvoorbeeld de prestige van een auteur, dus een bepaalde aantrekkingskracht van verhalen, in hoeverre sluit het dan beter aan bij wat we daadwerkelijk zien. En als dat nog niet genoeg is, dan kunnen we er weer iets bij stoppen. Om te kijken of dat dan weer beter aansluit. En zo kan je dus heel systematisch bepaalde factoren toevoegen en isoleren. En daadwerkelijk voorspellingen doen. En die voorspellingen kan je dan weer vergelijken met de echte data. En dat is denk ik het grootste voordeel van computers. Dat je echt kan modelleren hoe het proces kan zijn geweest.